Ben jij nou zo groot of ben ik nou zo klein? Het is koud en ik heb in één keer spontaan zin om eiersoep te maken. Ik moet zo meteen ook even in mijn brievenbus gaan kijken. Want als het goed is, liggen daar een paar hele leuke pakketjes in. Die gaan we dan eventjes unboxen. Kom! Ja! Benieuwd naar de post. Gaat ie dan? Mijn eigen gemaakte eiersoep. Wauw, dit is lekker. Een beetje zoet, nootachtig. Nu snap ik ook de combinatie met dat brood. Dit is echt, echt heel lekker. Aanrader. Wat ben je aan het doen? Rami. Wij lopen even heerlijk buiten. Ik heb de laatste tijd heel veel nieuwe samenwerkingen, hele leuke productjes gekregen die ik in mijn video's mag reviewen. Dus we gaan vandaag even wat unboxing video's opnemen. En zoals sommigen van jullie wel of niet weten, heb ik natuurlijk ook een reisblog. Dus ook daarvoor zal ik even content gaan maken vandaag. Schrijven is gewoon een heerlijke, creatieve uitlaatklep. En er zijn momenten waar ik echt denk van, oh, ik heb er zo'n zin in. Kaarsje aan, theetje erbij. Lekker schrijven. Dus zo ziet mijn zondag er voor vandaag uit. Het is vandaag maandag. De laatste dag van januari, bedenk ik me net. Wij hebben een leuk pakketje wat we even gaan laten zien. Wij hebben het al een keer opengemaakt op TikTok. Maar ik vond dit zo leuk. Ik wilde dit even met jullie delen. Maar we hebben hier één iemand extra voor nodig. Brammy! Wil je een koekje van Tony en Lou? Wil je een koek van Tony en Lou? Ja! Ja! Gaan we weer eventjes de koekjes doen? Ja! Ja! En ik moet ook zeggen, zelfs ik vind deze koeken echt heel lekker ruiken. Het ruikt een beetje boterachtig. Het doet me ook aan een bepaalde koek denken. Ik ga er geen hapje van nemen hoor. Bram zit al te kijken van, hallo, mag ik er nog een? Maar het zijn hele grote koeken, dus daarom zijn wij ook best wel spaarzaam ermee. Hier hebben we de, zoete aardappel. Even wachten. Zoete aardappel. Ja, ik snap het. Het is ook jouw pakket. Maar we moeten het toch ook even laten zien aan de mensen. Wat ben je nou aan het doen, Bram? Kijk, de mensen moeten dat toch ook even kunnen zien. Zoete aardappel. Het leuke is ook dat al deze snacks 100% natuurlijk zijn. Ik vond zelf ook super gaaf dat je zo'n heel leuk pakketje krijgt. Met een persoonlijk handgeschreven kaartje. Ook nog deze leuke sleutelhanger hebben wij erbij gekregen. We hebben hier drie Lucifer doosjes. Ja? Zie je ze? Ja. Vol? Ja? Mag ik ook erin kijken? Nee, dat niet. Mag vol? Ik niet? Ja? Nee, je moet meedoen. Oké. Okay. Deze is vol? Ja. Deze is vol. Nu ga ik wisselen, hè? Ja. Hou goed in de gaten. Ja. Waar de volle is. Ja. Dan moet jij nu zeggen, welke is de volle? Die. Die is leeg. Ja. Die kan niet. Die is leeg. Deze is vol. We moeten vol. Leeg. Leeg. Goed opletten nu. Die. Klopt iets. Een leeg. Een leeg. Hoe kan dit? Tada. Het is leeg. Kies maar. Mag ik hem ook zien? Kijkers laten zien. Ik zal niet kijken. Ik zal niet... Schop 5. Oké. Okay. Wat? Nee, ja, ik mag het niet. Kom nou hier. Deze. Ja. Dit was de truc. Nou, nog één keer. Kies maar. Maar jij mag niet op de camera kijken. Nee, daarom draai ik maar om. Ik kijk niet. Nou ga ik kijken naar de kaarten en op een gegeven moment, dan denk ik, daar heb ik een goed gevoel bij. Nee.
het ook niet. Het is één van deze drie. Dus het is deze. Welke kaart had jij getrokken? Kruis 8. Tada! Hoe kan dit? Even zien. Kijk eens eventjes. Hoe kan dit? Het is magie. Ben jij nou zo groot of ben ik nou zo klein? Ja, ik zie het. Oh nee, oh, sorry, ik wil geen klappen. Nee, dat moet niet. Loos! I'm your mother. Oh, wat staan we lelijk in beeld. Lekker een wit. Wacht nou. Ik moet nog hele goocheltrucs erop gooien ook. Ik heb het hele gedaan. Even zo. Ja, we kijken daarheen en dan even voor elkaar aan. En dan weer kijken. Ja, maar we dat snel. Ja. Is deze niet in beeld geweest? Nee. Alleen het zo. Nee. Zo'n tieten. Ja. Oh nee, ik dacht dat je echt nepborsten bedoelde. Ja, dat bedoel ik. Heb jij niet nu nepborsten? Nee. Ja, kijk maar ergens heen. Ja, Joe. Lonnie die doet in deze goocheltruc zijn hand staat in de hand. Verse processor overheen, hè? Ja, beetje 20 jaar jonger lijkt. Ja. Wat doe jij? Dus er gaat nog wat gebeuren. Maar het is al begonnen. Laatste scène. Gewoon, maar laatste shot, hè. Dus het is fantastisch. Het is grandioos. Het was een fantastische show. Ja, hoe lang geleden is het dat je hebt geschobbeld? Oh, sorry. Oger. Oh, 10 jaar. Woe! Ik krijg gewoon een achtbaan gevoel. Jump er vanaf. Nee, dat durf ik. Jump! Nee, dat is niet goed om één keer. Kijk uit, voorzichtig. Hé, Basie. Woehoe!